Centraal gelegen in de provincie Limburg vinden we de campus van Chemelot. Op het oorspronkelijke DSM-terrein vinden we nu een complete verzameling chemische bedrijven, waaronder Cibic en Lanxis. Op Chemelot is ook veel aandacht voor onderzoek en ontwikkeling. We spreken met minister Henk Kamp over het verloop van de Chemelot campus. Hier op dit terrein is veel ruimte. Je hebt 200.000 vierkante meter ruimte hier. Er komt een nieuwbouw en we kunnen nog veel verder de lucht in. Dus de sky is the limit voor deze campus. Wat men hier zegt is dat je niet moet denken dat het succes uit de lucht komt vallen. Hier heb je op dit moment dat stadium nu bereikt. Dat betekent, ze hebben hier nu zoveel body gekregen, er zijn zoveel bedrijven. Het begint al zo goed te lopen met de kennisinstellingen. Als wij erin slagen om de relatie met Cibic en DSM, om die zo goed te houden als die op dit moment is, ja, dan zullen we dat waar u naar vraagt, zullen we de komende jaren zich zien ontwikkelen. We hebben de beginperiode nu gehad en de periode van groei is begonnen. Belgische ondernemers zijn zeer populair in Nederland, Belgische kennisinstellingen ook, Belgische studenten ook. Dus wij doen ons best om ruimte te bieden voor hen en we zijn ook blij als wij ruimte krijgen in Vlaanderen. De Belgen, in het bijzonder de mensen uit Vlaanderen, dat zijn onze beste buren.